onwijs lekker gedoucht. En onder het mom van goed verhaal, lekker kort, doen we helemaal niks mee. Ik krijg zojuist een berichtje van mijn goede vriend Buffalo Jack, oftewel Rob. Dat hij, daar heb ik natuurlijk vorige week mee zitten brainstormen voor wat leuke content. Vooral op YouTube en een nieuw kanaal. Dat hij simpelweg geen tijd voor heeft. Nou, hij heeft naar mijn idee een goede keuze gemaakt. Gezin op nummer 1 en de rest komt daarachteraan, zeg maar. Ja, vind ik wel. Dus, Buffalo, goede keuze, maat. We gaan wel een keer een gezellig feestje meedraaien. Hi Donna. Hey. Onder het motto, I don't care what I wear, heb ik dit aan. Want ja, lieve mensen, het is koud op straat. Niet Donna. Een hele goede middag. Welkom bij weer een aflevering Hoe blijf ik in leven. Vandaag zijn we bij Unique Salesforce, mijn eerste werkdag. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb mijn aktentasje bij me. Bam! Vandaag wordt weer een geweldige dag. Ik heb er zin in. Het ding blijft zo'n springveer in. Nee, daar word je helemaal dol van. Dus nu kappen. Wauw. Ik heb er zin in. Ook wel leuk om te vertellen dat gisteren hebben we onze eerste hate comment gehad. Nu horen we pas echt bij, want zonder hate comments ben je natuurlijk geen echte vlogger. Dus super bedankt daarvoor. Ja, blijf vooral kijken. Alright, mate, let's go to work. Alright, mate, let's go to work. Let's go to work. Eerste dagje. Ja. Maar moet de velg niet daar overheen weer? Nee, er zit een scheur in je velg. Okay. En hier, kijk, hier zie je precies waar je put hebt geraakt. Dit streepje, het kastje hier. Kun je een korte uitleg geven wat er precies gebeurd is? Nou, we zijn dus richting de wijk en ik heb 2 weken mijn rijbewijs en ik heb mijn eerste schade gemaakt. Ah, een bandje lek. Ja. Maar goed, het is gefixt. Oude band. Nieuwe band. Ja. Toppie. Daar nou, gaat mijn jaarlang schadevrij rijden. Gaat het nu hoor, inderdaad. Nou, ik ben thuis. We hebben hard gewerkt vandaag. Sergio is ook werken vandaag. Maar dat viel even tegen. We zouden vandaag gaan schaatsen. Alleen het bleek dat zijn een meeloopdag niet gewoon van 2:30 tot 6:00 zou zijn. Maar tot 9:00. Dus dan gaat het een gezellig avondje. Maar ja, aan de andere kant, ik heb continu steken in mijn oor. Dus ik denk dat er misschien een ontsteking zit of zo. Dus misschien nog maar beter dat we gewoon even rustig gaan doen. En ik dacht misschien niet onverstandig om gewoon even wat vitamintjes naar binnen te werken. Die hebben we nu een beetje achterwege gelaten vanwege de suikers die erin zitten. Maar kiwis zijn wel heel gezond. En ik ga voor mezelf een pagasiusfiletje maken. Met een eitje denk ik. Ze hebben niet zoveel huis en ik heb eigenlijk ook niet zoveel zin om naar de supermarkt te gaan. Ben ik brak zeg. Morgen. Het is woensdag. René is net naar de werk. En ik ga me klaarmaken voor weer een dagje in de stad te staan. Oh ja, ik moest harder praten. Nou, René is net de deur uit. Die is weer lekker werken. Die zie ik helaas pas morgen weer. Dus ja, daar ga ik ook maar uit. Het is ook zo koud. Moet je eten, even koffie zetten, klaarmaken. Ons bedje, moet je eens opletten. Wat? Is dit voor Harry Potter shit? We gaan ook een lekker bakje koffie zetten. Dat doe ik altijd met een Italiaans potje. Dat is ook van mijn oma geweest. Water tot aan het ventieltje. Dan gaat er koffie in. Koffiepotje strak dichtgedraaid. Op het vuur. En lekker laten pruttelen.
kwartje werken. Maar jongens, dan ben ik aan begonnen. Maar we zijn in ieder geval van de bank. Ja. Ik ga vanavond lekker naar Tilburg. Tilburg. Ik ben nu op weg naar mijn moeder. René die heeft een ronde tafel meeting. De ridders van de ronde tafel. Ik was alleen. Dus ik dacht, ga maar gezellig gelijk door naar Tilburg. Eerst eten bij mijn moeder. Surinaamse bruine bonensoep. Lang geleden, joh. Ik heb echt zin in. En daarna lekker darten met twee maatjes van me. Ik heb wel honger, moet ik zeggen, dus ik ga doorkarren. Hoi Luca. Hoi. Alles goed? Ja. Ja? Wat doen? Snapchat. Snapchat. Ah, dit is Roffie. Hoi hoi. Dit is mijn bonuspapa. Super vent. De bonus. Dik duim. Waar is mijn duim? Oh, daar is mijn... Dag mam. Dag. En wat heb je vandaag gekookt voor mij? Bruine bonensoep. Bam! Het is maar goed dat ik vanavond niet thuis slaap. Want ik geloof dat er nogal wat aroma's vrij gaan komen vanavond. Het was lekker, man. Het was lekker. Ja. Hé? Eén vraag. Je bent gewoon heftig. Heftig? Waarom? Omdat ik hem gewoon win. Omdat ik hem win van je. Jezus. Lekker hoor. Helemaal lekker. Ik sta er niet voor, maar dat duurt niet lang meer. Oh, jij gaat echt zo'n pepje lopen doen? Hoeveel heb ik gegooid? Ja, je weet wel. 50. Oké, ik ga weer gooien. Ik gooi dus 140 en nog wat andere hoge scores. Wat de loser is! En, dus ik had een 37 kunnen maken. Ja. Ik miste hem en Cody zegt ik doe hem even voor, dit is Co. En hij deed ervoor met dubbeltien dus. We hadden een 87 en we begonnen met 41, dus keurig. Ja. Met je 87, alsjeblieft. Ik zeg alleen wat jij zegt. Ja. Ik kan niet tellen, dat weten we allemaal. Ik, dat weten we. Dit is al verleend ben. Dat is iets voor de volgende man. Oké, leuk. Ik vind het een lekker snackie. Ondertussen darts aan het kijken. Ik begreep dat Barney ook nog moet. Reetje. Ray is een vriend van mij geworden en we gaan binnenkort ook even kijken of we misschien gezellig bij hem langs kunnen. Het zou erg moeilijk worden om daar backstage te kunnen, ben ik bang. Want ze zijn heel streng. Maar we gaan gewoon een keer gezellig bij hem langs. Hij heeft het nu wel heel druk met voorbereiden op wedstrijden natuurlijk. Trouwens, de eerste vragen voor Peter van der Hurk die komen binnen. Wij mogen met hem meelopen met een show en gaan kijken hoe hij zich voorbereidt. Mocht jij nou nog vragen aan hem hebben of vragen over Peter zelf, dan gaan wij die proberen te laten beantwoorden. Dus stuur ze naar ons en dan doen wij ons best.